Staat je wel goed met die Peaky Blinders head zo? Moet je op die poeg gaan zitten beneden? Eigenlijk een beetje zaal. Dankjewel. Yo mafketels, mijn naam is Stijn. Ik ben Jurre. En leuk dat je kijkt naar deze video. Op verzoek zelfs deze video, want een kijker vroeg in de DM: hey Jurre en Stijn, kan je alsjeblieft een video opnemen wat betreft Krijtler en Zundap? Ja, zoals je natuurlijk al zag aan titel thumbnail. En wat dat betreft dus, eigenlijk aankoop, adviezen, importeren, of in ieder geval wat is slimmer te doen. Opvoeropties. Ja, opvoeropties en wat is dus makkelijker, bij elkaar sprokkelen of opknappen. Let's go! Beginnend bij Krijtler. En in principe hebben we bij Krijtler natuurlijk één soort van standaard. Je kunt natuurlijk sowieso direct kijken naar een RS. En je kunt dan natuurlijk gaan kijken naar een of naar Floret eigenlijk. En dan de RS. En dan hebben we natuurlijk latere types met de RMC's. Die eigenlijk tot begin 2000 zelf nog zijn gemaakt in een Nederlands fabriekje. Want die kon je nog steeds opvragen. Dat is best wel een leuk detail. Misschien wist je dat niet. Maar nu zijn we toch alweer bijna 20 jaar verder. En wil je kijken naar een Krijtler, zij het dus een RS of een Floretje, in ieder geval een I-tank misschien zelfs. Waar zit je dan naar te kijken? Nou, in principe begin je sowieso al bij, wat zou ik zeggen, 1300, 1400 euro. Als je een opknapper weet te vinden. En dan heb ik het sowieso over een RMC. Dus dan heb ik het sowieso niet over de kans dat je een floret vindt of zelfs een RS'je of dus zelfs een I-tank. En dan wordt sowieso ook de vraag wel eens gesteld, wat is dan slimmer? Wil je dan eigenlijk een frame vinden en dan een tank kopen en een blok kopen? Of toch maar hopen dat het blok dan compleet is of het doet of dat je nog een revisie moet? Of de cilinder nog goed is, dan daarna moet je nog gaan kijken naar een zadel, naar een velgen, voorvork. Nou ja, ik kan wel eeuwig doorgaan bijna. Dat is echt heel veel, kan ik zeggen. Voornamelijk kan ik dat ook zeggen uit ervaring met die NSR. Als je echt begint met een frame, dan kost het op een gegeven moment toch geld. Ik kan je ook dus zeggen en aanraden, vooral als je ook gewoon op marktplaats struint, koop gewoon een opknapper die zo goed als compleet is. Dat je misschien her en der wel wat ziet, want dat zal je altijd hebben. Maar koop een opknapper. Dan ben je dus 1300, 1400 kwijt. Dan heb je alles al. Misschien een kenteken. Maar tegelijk, als die al in Nederland is, check de andere video's. Ik heb het uitgelegd. Keuren is niet moeilijk. En ja, als je toch aan een Krijtler begint. Ja, weet je, wat zijn dan nog altijd de kosten of het budget? Ik denk dat je sowieso natuurlijk wel in je hoofd houdt van, hey, ik moet nog, weet ik veel, dus een keuring doen. Of misschien toch een blokrevisie doen. Dus je hebt hopelijk al een 150 à 300 liggen voor zoiets. Ja, dit is een bieding. Ik wou net zeggen, 940 euro voor een Krijtler I-tank. Ik denk, flikker op, dat kan niet. Maar dit is een bieding. Of een veiling. Pakken we sowieso een import. Dus 100% geen kenteken. Dan kan je in principe een I-tank bijvoorbeeld zelfs vinden. Voor pak een beet had ik hier 1250 euro. Dat is dus niet eigenlijk echt duur voor een I-tank, alleen je moet er wel van uitgaan dat je hoogstwaarschijnlijk er nog spullen bij moet gaan fixen. En je moet hem dus sowieso keuren. Vierbak Foot RMC of eigenlijk Floret, want ik durf niet te zeggen bij deze specifiek of dat het... hij zegt RMC. Gemiddelde Krijtler RMC zit je ook eigenlijk wel rond die prijs. Het hangt er sowieso erg vanaf qua markt. Dus check sowieso natuurlijk gewoon Marktplaats, Facebook Marketplace of ga toch al zelf kijken op eBay. Want ja, wat is het verschil als die geen kenteken heeft? Dan kom je op 1350 euro hier toevallig voor een RMC. Volgens mij is dit wel een oud type, want ik zie ongeveer een dunne tank. Ik zie geen bloktank. En ja, ga je dan eigenlijk omhoog, dan zit je al heel snel op het dubbele, wil je een nette hebben. Wil je gewoon een RMC hebben met kenteken, een vierbak. Ja, ga er gewoon vanuit dat je 2,5 minstens wel echt kwijt bent op marktplaats voor dan een met kenteken wel. Ja, ga je dan omhoog, kom je dus inderdaad bij een floret die echt nog het oude type is of zelfs een I-tank, maar dan ga je echt richting de 3,000-4,000 euro. In sommige gevallen zelfs met een Krijtler RS, een floret RS, ja, dat je toch al bijna 5 ruggen komt als die perfect is en een Nederlands kenteken heeft. Dus dat is wel echt crazy. Dus in alle gevallen raad ik sowieso aan, koop een opknapper, koop geen losse onderdelen, dat kost echt te veel. Zorg ervoor dat je al zo compleet mogelijk begint. En qua opvoeropties is dan het volgende punt en laatste punt wat betreft Krijtler. Ik zou daar zeggen, ja, ik vind het zelf persoonlijk het mooist om zo'n licht mogelijke cc, zo laag mogelijk te hebben wat zoveel mogelijk jankt en echt nog een beetje dat oude GP gevoel geeft. Dus in principe een 50 cc kun je serieus tot
14 ports vinden op een origineel blok. Ja, dat klinkt gruwelijk, alleen het is gewoon qua kosten, ja, is het duur. Je kunt beter gewoon tevreden zijn met een standaard setupje wat je er al op hebt. Hopelijk Duits, want dan loopt het eigenlijk al een 75 A80 toch wel als je er een beetje een leuk pijpje onder zet. Dus ja, ik zou dat eigenlijk aanraden, maar wil je echt goed gaan, zou ik kijken, Google gewoon naar Kreidler cilinder, nou ja, en dan gewoon huppelepup poorten en dan kom je echt op leuk spul. Ik zie gewoon één groene vlek op jouw voorhoofd, zeg maar. Ik kan door dat kutlicht. Ik zie gewoon echt half face. Ja, dat is druk, hè? Dus ik heb hem goed staan. Hey jongens, ik heb het niet als ik hier jou even mee. Ja, hetzelfde, hè? Ja. Klap, klapje doen, flik. Klap, klap, klap. Ja, doe maar, ja, want even. Kut. Ja. Moet goed zijn. Ja. Nee. Hoe houdt u bij het vol? Nou. Mijn grote vriend Stijn heeft net alles al van Kreidler genoemd, dus de video's... Nee, is niet waar. Sundapjes. Eigenlijk is het niet heel veel verschil eigenlijk. Ik bedoel, je kan een 5,17 eigenlijk een beetje met een RMC vergelijken, qua prijs. Hoger zelfs, bijna. Ja, het is eigenlijk... Sundap is bijna duurder dan Kreidler. Ja. Wat ik vooral heb gevonden op Marktplaats, is dat je een sloper, dus echt een 529 bijvoorbeeld, GTS 50. Een slechte staat opknapper. Ja, een slechte staat opknapper, heb je zo rond de €800. Ja, dan heb je inderdaad wel een slechte staat opknapper, waar je nog wel van aan moet doen. Maar hij is wel compleet en dat is wel beter dan dat je alles loskoopt, want dan ben je gewoon veel duurder uit. Ja. En dat is bij elke bromfiets zo, dat is met een Tomos zo, dat is met een Kreidler zo, dat is met een Honda zo. Dan ga je eigenlijk, als je een goede, nette, goedkope Zundapp wil, ga je naar een CS50. Die heb je voor, nou, 1500, 2000 euro heb je echt een hele mooie CS50. Zie je overigens niet heel veel rijden, dus dat is wel weer tof om zo'n CS te halen, want ja, je ziet ze niet heel veel rijden en je hebt toch een soort unieke brommer. En een Zundapp toch? En toch een Zundapp inderdaad. Dus qua look is het best wel... Het is een sportievere... Ja. Het is niet dat je richting een damesbrommer gaat of een i-tank Kreidler, zal misschien die jeugd ook wat minder vinden, maar echt zo'n CS, ja. Ja, nee, want je hebt inderdaad, hè, dan ga je naar de GTS 50, de brommer die ik heb gehad. Dat is echt een beetje een soort boomermobiel qua touring, zeg maar. Je zit een beetje naar achter, stuurtje zo. Natuurlijk kan je dat wel zelf maken, naar een sportstuur erop te zetten of zo. Maar over het algemeen is zo'n bromfiets wel een wat luiere model, zeg maar. Ja, en daar ga je tot de 2 tot de 4 heb je een beetje een goede 2 tot 4.000 euro heb je wel een goede GTS 50. Wil je het helemaal gek doen, dus wil je echt over de top, maar over de top wil je echt goud geld bieden of geven, dan kan je voor een 5,17 gaan. Ja, dan betaal je zo 4, 5, 6 ruggen voor een nette. Een 5,17 special met zo'n oude bolle tank van de jaren 60. Dat is gewoon... Boven 5 rug als die perfect is. Ja, dat is echt niet normaal. Dat gaat echt over de top heen. Ja. En dan heb je eigenlijk nog niet eens supercombinetters nu op marktplaats. Want de supercombinetters met die dubbele achterveren, die kun je soms gewoon echt achterrug voor kwijt zijn. Maar dan moet die wel perfect zijn. Dan moet die echt compleet en perfect zijn. En dat is met alles eigenlijk, met zowel de Zundapp als de Kreidler. Je zal heus een Zundapp opknappen kunnen vinden voor 1300, dat je een 517 vindt. Alleen dan is het zadel een stuk. Je hebt sowieso overal spuitwerk. Chrome zal opnieuw moeten. Maar goed, als jij vanuit die basis wil beginnen. Be my guest. Ja, dan ja. Kan je dat wel doen. En verder, ja, waar moet je op letten bij aankoop? Nou, let vooral inderdaad op roest. Het kan zijn dat, dat er ergens, vooral bij de 517, want dat is veel. Metaal, kan veel roest zitten. Ja, en het feit dat je moet opletten dat er niet aan geshort is. Zoals wat jij ook had met die achterkant. Ja. Want ze denken heel vaak, ik kan aan de achterkant een ding wel pakken bij die buddy, weet je wel, waar je achterop zit. Maar heel vaak zit dat heel erg, nou ja, beun, in ieder geval heel simpel gemonteerd. Waardoor je de hele boel aan de achterkant kapot kan trekken. Dus let ook daarop dat alles netjes zit. En wat ook wel belangrijk is... kijk zelf wat de duurste onderdelen zijn en zorg ervoor dat als je een opknapper koopt, dat die er al op zitten. Ja. Dat is denk ik ook wel een hele belangrijke. En dan in dit geval zullen wij als beste koop toch wel de CS50 zeggen. Omdat dat op dit moment nog een model is dat wellicht moeilijker te vinden is misschien door zijn uniekheid. Maar tegelijk dus goedkoper is. Ja, en let ook inderdaad op wat Stijn net al zei. Bij mijn Zundapp had ik zeg maar bij de
bevestigingbeugels bij mijn achterop mijn buddy. Daaronder was het zeg maar ja, gescheurd of ja, gebroken zeg maar. Waardoor de beugel het wel vasthield, het kontje. Maar hij bungelde gewoon los. Dus ja, weet je, als er iemand op gaat zitten, dan krakt hij naar beneden. Maar dat betekent niet dat alle brommers zo zijn. Ik bedoel, ik had ja, gewoon net even een keertje pech. Ja, dat heb je soms. Het is eigenlijk sowieso wel een feit dat de draadbomen op die fietsen nog wel heel makkelijk zijn. Dus zorg er sowieso voor eigenlijk dat je ziet dat de rest wel net zit. Eigenlijk zou je nog die bomen zelf kunnen leggen. Gewoon nieuw zeg maar kunnen maken, dat kan wel. En voor de rest, ja, wat Jurre net zegt, je moet gewoon een beetje legaal her en der voelen. Of het allemaal goed zit. Voelen is belangrijk. Ja. Hey mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het tof? Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer je beneden en druk op het belletje voor meer als dit. Als je dat wil, dus ook. Dus laat het weten in de reacties. En laat weten in de reacties wat jij zegt van hey, dit miste je nog. Of dit is een leuk type. Of ja, zet er gewoon in wat we misschien nog kunnen doen aan een video. Als dit. Of rijden of iets. Check jullie volgende keer. En... Is het goed? Ja, oké. Later.